Daarmee is het ook de meest volledige stadsgids eigenlijk van heel de Benelux. Breda Nu. Je weet het meteen. Op maandag 8 april vond de 11e editie van de Stappen en Shoppen Awards plaats. Een groot ondernemersevenement in de regio met bijna 1200 gasten. Het was een feestelijke avond met heel veel winnaars. Nou, we zijn hier op de jaarlijkse Stappen en Shoppen Awards. Inmiddels wel een traditie geworden, mag ik zeggen. Wat het speciaal maakt, allereerst dat het groter is dan voorheen. Voorheen hebben we 2 jaar in de Grote Kerk georganiseerd. Met 700 tot 900 gasten. Nu dus bijna 1200. Dat was ook de reden waarom we moesten verhuizen. En wat we vanavond natuurlijk weer doen, is de onthulling van de nieuwe Stappen en Shoppen magazines. Die voor de 11e keer uitkomen. Maar daarnaast maken we ook de winnaars bekend van de Stappen en Shoppen Awards. We hebben dus 2 magazines. We hebben Stappen magazine, dat is de horecagids. En daar staan nu ruim 300 restaurants, cafés en hotels in. Daarmee is het ook de meest volledige stadsgids eigenlijk van heel de Benelux. En het Shoppen magazine, dat is de winkelgids. Daar staan alle winkelgebieden en alle winkels in. 5, 4, 3, 2, 1. Wat moet een horecagelegenheid vanavond nou in zich hebben om zo'n award te winnen? Uiteraard goede service, mensen zijn heel belangrijk, het concept. Dus vernieuwend, je wil binnenkomen, je wil geïnspireerd worden door het interieur, door de beleving die je hebt. Nou ja, dan bij een restaurant uiteraard het eten. En uiteindelijk de mensen en de sfeer bepalen het. De award voor beste winkel gaat naar 6 molen. Veel plezier, Ria en team. Het is het jachthuis in Elmhout. De award voor het beste hotel is Hotel Nassau. De winnaar van dit jaar is zelfs verkozen tot best restaurant en bar van Nederland. Je zit hier tussen de oude brouwketels en daarmee mag het wel duidelijk zijn wie de winnaar is. De winnaar is Beers & Barrels. Gefeliciteerd, kom maar naar voren. Een prachtige prijs gewonnen voor beste café-uitgaansgelegenheid van Breda voor 2018 bij de Stappen en Shoppen Awards. Daar zijn we uiteraard erg trots op als team, als gehele organisatie. Dat we nu deze prijs mogen bijschrijven wat we hadden. En een mooie landelijke prijs in 2017 gewonnen voor beste Grand Café van Nederland. En dan deze prijs, zeker als Bredanaar, is fantastisch om mee te pakken, zeker. Hadden jullie het dan ook al misschien een beetje verwacht als jullie al eerder zo'n grote prijs hadden gehad? Dat is gevaarlijk. Je hoopt het wel natuurlijk. Maar je mag er niet vanuit gaan. Breda is enorm booming. Er zijn prachtige concepten bijgekomen in Breda. Die allemaal de aandacht verdienen. En dat we nu zelfs 2 jaar later nog steeds in de prijzen vallen. Dat is toch ook inderdaad een teken dat we goed bezig zijn. Breda Nu. Je weet het meteen.